Lieve klanten van de Haren van de Keizer, onze salons zijn coronaproof. En ik wil jullie eventjes meenemen in de salon. Het is dan wel de salon van Lepelstraat en niet de andere filialen. Maar dan kunnen jullie zien hoe dat de routing is bij ons in het salon en wat we van jullie ook verlangen. Loop maar even mee. Dan gaan we hier naar binnen. En dan komen we dus in ons halletje. Dan zien jullie daar een bankje staan. Als het goed is, hoeven jullie niet te wachten. Maar stel je voor dat je eventjes moet wachten, kan je hier alleen op het bankje gaan zitten. Ben je met een familielid, mag je erbij gaan zitten. Maar is het een vreemde, dan mag het niet. Dan kan je misschien eventjes buiten wachten. Maar we werken op afspraken. Dus we willen dus voorkomen dat het niet gewacht hoeft te worden. Oké. Dan de volgende stap. Dan loop je dus de kapsalon, loop je binnen. Je hoort het al, ding dong. En dan zien jullie daar de hand sanitizer staan. De hand sanitizer is 80% alcohol. En we vragen van jullie om eventjes je handen daarmee te desinfecteren voordat je de salon ingaat. Nou, hier word je dan ook ontvangen door een kapster. De kapster zal je wat gericht vragen stellen over je gezondheid en over de gezondheid van de familie. Als het allemaal goed is, dan kunnen we u knippen. Maar dan hebben we ook hier, dat kan je ook zien, hebben we dus het mondkapje. We hebben mondkapjes, hebben we in de salon. Nu zal de kapster aan u gaan vragen van, wil u zelf een mondkapje dragen en wil je dat de kapster een mondkapje draagt? Want we zijn eigenlijk niet verplicht als kapsters zijnde om een mondkapje te dragen. Nou, als je dan zegt van, ik wil zelf graag een mondkapje op, dan vragen we u €1,50 voor het mondkapje. Als u wil dat de kapster een mondkapje draagt, dan vragen we geen vergoeding, want dan is het gewoon vanuit de salon. U kan het dus zelf aangeven, maar als de kapster graag wilt, als u een mondkapje draagt, dan verzoeken wij u zeer lief om toch dat kapje aan te schaffen, omdat de kapster in ieder geval gewoon veilig kan knippen. Als we dan gelijk hier naartoe gaan, want jullie zagen de hand sanitizer staan. Ik neem jullie eventjes mee. Dan zien jullie hier de handcreme. Als je denkt, na die 80% alcohol van mijn handen worden een beetje droog, kan je dus hier ook met de handcreme je handen even lekker zacht maken. We hebben ze bewust ver uit elkaar gezet, zodat je geen verwarring kan maken met de handcreme en de sanitizer. Zeg ik dat goed? Ja. Dan zien jullie hier ook een heel mooi scherm voor het afrekenen. Daar kom ik zo dadelijk nog eventjes op terug. Maar we hebben in ieder geval, als je afrekent, de bescherming voor ons beiden. Nou, als ik dan verder loop in de kapsalon. Oh, even kijken, want dit is voor mij ook allemaal nieuw. Dan zien jullie daar een aantal stoeltjes staan met een tafeltje. Het kan zo zijn dat wanneer je aan het inwerken bent met de kleur en we komen een stoeltje tekort, dat we vragen of u daar op dat stoeltje plaats wil nemen. Nou, hebben we er hier nog één. Dus we hebben er zeg maar zo, kijk, doep, daar drie hebben we er in totaal. Dan hebben we per werkplek 10 vierkante meter. Kijk, we hebben hier een extra werkplek hebben we gecreëerd. Maar als je goed kijkt, hebben we dus overal anderhalve meter tussen de stoelen hebben wij gelaten. Dus op deze manier kunnen wij die 10 vierkante meter per stoel kunnen wij waarborgen. Want dat willen we namelijk heel erg graag. We hebben er niet voor gekozen om er schotten tussen te zetten. Sommige kapsalons hebben dat wel gedaan. Wij hebben ervoor gekozen om een stoel weg te laten. Een paar stoelen extra in de salon neer te zetten. Want kijk, ik draai eventjes. Daar zie je er ook nog eentje. Dus op die manier hebben we hier in deze salon hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 werkplekken hebben we. Hebben we bewust voor gekozen, want anders zouden we met te veel klanten in de salon zijn en met te veel kapsters. En dat wilden we niet, want de veiligheid gaat boven alles. Oké, dus dit is dan de werkplekken. Dan zien jullie daar ook een rood riempje hangen. Hoe zeg ik dat? Kijk, oh, even mijn hand zit in beeld. Kijk. We hebben namelijk ook een looproute. Daar mag je dus niet lopen, niet tussendoor lopen. Waarom? Omdat we willen dat, dat er niet te veel achter de klanten en de kapsels om gelopen worden. Dus je mag daar op de stoel gaan zitten, maar niet crisscross lopen. Ook weer voor die 10 vierkante meter. Nou, dan loop ik even verder. Oh jee, ik doe elke keer mijn hand in beeld. Nou, ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik wil je toch eventjes meenemen in dit verhaal. Dan heb ik hier één stoel, kijk, heb ik klaarstaan. Wat doen wij namelijk bij de klanten?
Jullie krijgen een kapmantel, krijgen jullie om. Je ziet daar ook een plastic kapmanteltje liggen. Die gaat er nog omheen. En elke kapmantel wordt gewassen naar elke klant. Dus je krijgt en een plasticje om en de kapmantel, maar we kunnen niet veilig genoeg zijn. Dan zien jullie daar ook een desinfecteerspray staan. Als de stoel leeg komt, dan zal direct alles ontsmet worden. Ook het werkmateriaal wordt ontsmet. Dan zien jullie daar ook een kopje koffie staan en een bekertje. Helaas, het amarettotje met de slagroom, dat laten we eventjes achterwege. Maar u krijgt wel gewoon een kopje koffie van ons in het bekertje, wat we daarna gewoon heel fijn gelijk weer weg kunnen gooien. En dan zien jullie hier, en dat doe ik even kort in beeld, even kijken of ik dat goed in beeld kan brengen. Want, het is natuurlijk wel een spiegelbeeld. Wat staat daar? Op die sticker staat namelijk ondersteun je kapper en koop je favoriete product hier. En dat is toch wel even iets wat we aan jullie willen vragen. Er zijn sommige salons die kiezen ervoor om de prijs te verhogen. Wij doen dat niet. Maar we vragen wel of je alsjeblieft een product bij ons wil kopen. Dat op die manier de omzet omhoog gaat. Want 7 weken hebben we dus de omzet moeten missen. Dan gaan we naar de wastafel. Dat zien jullie hier. Kijk maar mee. Kijk, mooie schotten ertussen. Dus alles is bij ons veilig bij de haren van de keizer. Nu laat ik jullie alleen Lepelstraat zien, maar de andere salons die zijn exact hetzelfde. Zijn ze dus coronaproof zijn ze gemaakt. Nou, dan hebben we hier, dit laat ik nog wel eventjes zien. Voor degenen die mijn kapsalon niet kennen, het is een oud bankgebouw. En kijk daar, tadaa, een hele grote kluis. En daarin ligt namelijk ons geheime recept. Nou, laat ik nog even zien. Kijk je in de kluis. Al onze verftubetjes. Alles maken we hier klaar. Het grappige was, toen wij dit pand kochten, er stonden er allemaal nog kleine kluisjes in. Maar ze waren allemaal leeg. Daar zat niks meer in. Maar hier gaan we verder met onze looproute. Dan kom je een beetje achter. Kijk, zie je dat? Daar is onze keuken. Daar. En dan hoeven we zo weinig mogelijk mensen en klanten hoeven we te passeren, zeg maar. Dat we wel die afstand goed kunnen houden. Nou, als we dan uiteindelijk bij de pin aankomen, als we dan gaan afrekenen, want dat hebben we na 7 weken heel erg graag, dan hebben we hier wat wattenstaafjes neerliggen. Dat hebben we bewust gedaan, zodat jullie niet met je vingers het aan hoeven te raken, dat je met een wattenstaafje je pincode kan invoeren. Daarna kan je het daar weggooien. Maar desondanks wordt ook die pin ontsmet en alles. Nou, ook de toiletten worden ontsmet, constant, deurklinken worden ontsmet. Maar ik ben zo ontzettend blij om na 7 weken jullie weer te mogen ontvangen. En de agenda die staat echt al heel erg vol. Ik moet even mijn andere arm doen. Mijn arm die wordt een beetje lam van dat telefoontje vasthouden. Maar we vragen jullie één ding. Zouden jullie alsjeblieft de salon willen bellen voor een afspraak? Dit doen wij bewust omdat we dan gericht vragen aan jullie kunnen stellen over jullie behandeling en jullie het beste in kunnen plannen. Want de ene keer is de behandeling wat langer dan de andere keer. En wij willen echt voorkomen dat de klanten niet hoeven te wachten. Dat het allemaal in één keer door kan. Maar het hele team van de Haren van de Keizer zijn ontzettend blij om jullie weer te mogen ontvangen. Om heel mooi haar te maken. En ik zou zeggen, vanaf maandag gaan we los. En ik zie jullie allemaal heel graag. Tot dan! Muah.